Morgen, beste deelnemer van dit webinar. Even kijken, ik ga eens kijken of ik dit beeld kan gaan veranderen in een bewegend beeld. Dat op de eerste plaats. We kijken nu naar de AX-index, tenminste als het goed is. Ik kijk er nu naar en ik ga eens meteen kijken of ik Jan Robert zie staan. Even kijken, er komen een aantal mensen binnen. En misschien maar dat iemand in de chat even zou willen aangeven of ik op dit moment ook goed te verstaan ben en dat er ook beeld is. Hè? Dus is er beeld en geluid. Misschien dat je dat even in de chat zou willen aangeven. En dan ga ik tegelijkertijd kijken of Jan Robert in de house is. Even kijken. André is erbij, die steekt zijn hand omhoog. Hartstikke leuk, André. Even kijken. Ik ga ondertussen even naar de chat. Oh ja, die is waarschijnlijk weer enabled. Naar everyone. Ja, dat is altijd even gedoe nu. Want die attendees can chat to everyone. Dat is nu, als het goed is, beter. Ja, Zoom heeft het op een of andere manier iets veranderd. En dan wordt het meteen een... dan moet je zelf even een extra handeling verrichten. Maar Tom zegt oké. En dat zegt Mees ook. En ook... moet ik het even goed uitspreken? Mesut Dahir zegt ook oké, dat is in ieder geval dus goed. Er is niemand beeld en geluid. Ik kijk even ondertussen kijken of ik Jan Robert al in de house zie. Even kijken. Nee, nog eventjes niet. Nou, maar eens even inzoomen op de AX-index. Pak ik even deze. Ga ik heel langzaam even de chat wegdoen en de participants wegdoen. Waar zitten we hier naar te kijken? Nou, we kijken naar een goed geluimde AX. 710 punten. Dus dat is mooi is voor de mensen die aandelen zitten. Mensen die wat vaker ook dit soort webinars volgen en ook mij zien. Dan weten ze dat ik graag even uitzoom naar year to day. Dat betekent vanaf het begin van het jaar. Dat was niet 1 januari, hè, want dat was op zaterdag. Maar wel maandag 3 januari. Stonden we toch wel een stuk hoger op, beste mensen. 803 punten. Dus we stonden toch wel zo'n beetje 90 punten hoger dan dat we nu staan. En als we nog wat verder uitzoomen, en dan zien we eigenlijk ook dat we het afgelopen jaar toch wel flink in de min zijn gegaan met de AX-index. Dat betekent dat eigenlijk alle aandelen wel wat rodige cijfers zullen laten zien. Ook bij u waarschijnlijk in de beleggingsportefeuille. Eens even kijken of ik Jan Robert inmiddels al wel zie, want we gaan het... Jan Robert zit niet in Nederland en die belde me net van, wil je me even aanzetten bij Zoom? Even kijken of ik hem al wat meer in de house zie staan. Nee, nog even niet. Hij heeft wat moeite om in te loggen. Dat was ook de reden dat hij mij belde en even contact met me opnam. Of ik dus even Zoom wilde aanslingeren. Dat is meestal zo op het moment dat je in het buitenland bent. Hè. Vanuit Nederland is dat heel makkelijk, hè, want dan kun je er gewoon in. Maar blijkbaar zit er een of andere beveiliging bij Zoom. Dat op het moment dat je in het buitenland zit, moet er een bepaalde code komen. Nou, die komt dan ofwel niet door, of er is nog alles wat toestanden zijn daarmee. Maar, even kijken. Dat is dus niet het geval. Dus even kijken. Nou. Misschien dat iemand mij in de chat zou kunnen aangeven waar Jan Robert het vandaag over gaat hebben. Want dat weet ik eerlijk gezegd niet. Wat was de... Hey, kijk, nou komt Jan Robert binnen. Dat is fijn. Kan ik hem meteen promoten to panelist. Dus dat is alvast stapje nummer 1. En op het moment dat hij daartoe gepromoot is en daartoe binnengekomen is, dan kan ik hem van daaruit gaan promoten naar co-host. Dus even kijken. En daar komt hij al binnen. Hartstikke fijn. Arthur unmute. Dat is inderdaad het geval. En ik ga hem nu meteen ook host maken. Dan is hij ook meteen bepalend. Kan hij ook zijn PowerPoint-presentatie gaan uploaden en met jullie gaan delen. Tenminste, als hij zo meteen binnenkomt, eens even kijken of hij te horen is. Dan wel ook te zien is. Even kijken. Of dat goed gaat. Ja, er gaat altijd een klein stukje tijd overheen. Maar dat moet goed gaan. Ik ben in mute. Test, hey. Test. Test, test, test. Meneer Schutte is gewoon in de house. Unmuted. Ja, het is gelukt. Ja. Het is gelukt. Helemaal vanuit ver weg. Ja, nou, dat valt mee. Cancún, Mexico, 7 uur tijdsverschil. Het is nu 5 uur 's ochtends. Oh, dus jij hebt er erg veel voor over, Jan Robert, om even jouw
jouw PowerPoint-presentatie te delen. Waar ga je het vandaag over hebben? We gaan vandaag over olie hebben. Heb jij de olieprijs daar of niet? Want ik zie dat olie wel de lucht in zijn geschoten. Ik zie meteen koninklijke olie 2,6% omhoog. Dus dan zal dat inderdaad wel een bepaalde reden zijn die daarachter ligt. En ga je samen vandaag met Ronald doen? Me, myself and I. Dus, Oké. Ja. Spannend. Nou, leuk. Even kijken, Jan-Robert. Ja. Ik heb jou host gemaakt. En als jij het niet erg vindt, dan ga ik zo door met mijn eigen werkzaamheden. Jij kunt het gewoon ook zelfstandig aanzetten, uitoefenen. Kun je ook je PowerPoint als je uploaden, dat ik even zeker weet dat alles goed staat? Ja. Kijk hoor. Oh ja, precies. Dus, dan moet je even die andere doen. Inderdaad, heb ik hier een share. In ieder geval een ding. En die andere. Ja. Ja. Belangrijk is om even te kijken. Dat is het volgende. Ja. Dan de volgende grafieken laten zien. Deze. Dus is hier ook live chart, als het goed is. Juist, helemaal goed, Jan-Robert. Kijk. Helemaal goed. Ik ga jou Mag jou hartelijk bedanken voor jouw uitstekende service weer. Want ik kwam niet in, omdat ik geblokkeerd was met een code. Omdat ik uit een... suspicious activities zijn het dan bij Zoom. En dan heb ik een code nodig en die heeft harm natuurlijk. Mag jou danken, Minko. Graag gedaan, maar... Graag gedaan, maat. Dat komt helemaal goed. Vanavond heb ik om 8 uur een webinar over Optiebergen LT. Mocht je daar interesse in hebben, dan ben je van harte welkom. Voor jou wordt dat dan ergens 3 uur 's middags. Hè? Is het dan bij jou met zoveel uur tijdverschil? 1 uur 's middags. Oh ja, oké. Okay, ja. In ieder geval bedankt voor de vanavond. Graag gedaan. Veel succes. Dag. Merci. Jij ook. Succes. Dag. Bye bye. Goedemiddag, even kijken hoor. Hans de Boer, het is beter dat je even een mail stuurt naar Minko. En voor mij is dat contact@tradersgelijken.nl. Mag ik in ieder geval van harte danken voor jullie geduld. Ik ben net een kwartier wakker, 5 uur 's ochtends. Maar goed, het geeft niet. Alles voor het goede doel. En mag ik vragen, wie van jullie doet al wat met daytrading? Of trading, met swingtrading? Soms. En hierop voorbedurend. Ik heb vandaag over MTW, Monitor Trading Support System. Patrick, inderdaad net begonnen. Dankjewel natuurlijk voor het aanhaken. Dus wie heeft al... Die werkt dan met MTW TSS System. En misschien heb je ook een aantal keer gezien dat ik ook webinars heb gegeven met Alois of hier. En of in de avond wel eens. En dus dat is in ieder geval mooi. Nou, in ieder geval als je wilt weten hoe je succesvol kunt daytraden. Vandaag wil ik een iets infocus op de oliemarkt. En dat is ook de mogelijkheden, hoe kun je inspelen op olie? Dat is natuurlijk wel een belangrijke markt. Ik ga al eens een paar slides laten zien en niet zo heel veel. Dan gaan we gelijk door naar de praktijk. Want dat is natuurlijk het allermooiste. En dat is bij deze... Zo. Nou, de eerste stap die je moet zetten naar de big bucks of the destination... van dankjewel, destination van het succes. Dat is namelijk webinars volgen. Al dan niet in samenwerking met belegger.com, met mij, met anderen. En als het goed is, zijn nu een sheet beschikbaar, zichtbaar. Waarbij ook staat een aantal poppetjes die een eerste stap zetten naar het succes. En jullie hebben natuurlijk goed succes behaald al door... inschrijven bij weg.com. Ik heb mijn eerste schreden gezet op de optiebeurs. Alois heeft het systeem ontwikkeld en ik heb later, wat dat heeft ontwikkeld, ook nadat hij op de vloer
is gestart. Hij was 5-6 jaar eerder. Ik ben iets later begonnen. Maar hier hebben wij ook het tweede in ons vingers gekregen. En deze skills, know-how heeft Aloysio door, doorgegeven in het systeem. Nou, wat Aloysio nog meer heeft, dat is namelijk het volgende. Hij heeft een aantal sessies gegeven, trainingen en trainingssessies. Waaronder in Frankfurt, bij World of Trading, heeft ook in interviews afgegeven. Ik heb zelf namelijk boeken geschreven over trading, crypto trading voor ambitieuze beginners. Sinds november vorig jaar, in 8 maanden tijd, heb ik 2600 boeken verkocht over crypto trading. Misschien hebben jullie die ook wel thuis liggen. En sinds kort is er ook een Engelstalige versie, ook in paperback, maar ook in e-book vorm. En dat is cool. En ik heb ook in maart heb ik nog een donatie gedaan, toen ik een groot aantal boeken had verkocht aan Oekraïne. Dat was $2000 USDT. En dat vond ik wel interessant om dat te doen, dat ik daar ook in november vorig jaar, daarom kom ik erop, vorig jaar november heb ik een presentatie gegeven in Kiev. En later toen die oorlog uitbrak, dat ging wel aan het hart. Aanstaande woensdag ga ik naar Los Angeles. Dat is een NFT Expoverse. Ook een traders fair, zeg maar, een tradersbeurs. Er komen ongeveer 8000 tot 10.000 mensen. En ik ben onlangs nog in Hanoi geweest in juni. In mei was het in de Philippines, in Cyprus en ook in Dubai. Nou, rechtsonder zie je ook, ik heb ook een gouden award gewonnen. Nou ja, goud is bladgoud natuurlijk. Beurtje. Maar waar het eigenlijk om gaat is, vandaag wil ik de voordelen laten zien van het MTW Trading Support System. Die je helpt met het succesvol worden met daytrading. En we hebben een jaar lang ervaring en we weten precies waar de valkuil ligt met traden. En het belangrijkste is dat je weet hoe je de massa 1 stap voor moet zijn. Niet dat je op top kopen of top en op de bodem verkopen. Nee, dat doen we niet, andersom natuurlijk. En we maken vroegtijdig gebruik van momentum. En we helpen andere traders om succesvol te worden te blijven. Dit houdt ons op scherp. Nou, het belangrijkste is, voordelen van daytraden, mijn idee is dat je slechts enkele uren per dag hoeft te traden. Je hoeft dus niet hele dagen, niet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te handelen. En het is ook toepasbaar bij iedere markt. Nou, dan kun je zeggen, ik ben een Nasdaq liefhebber op Bitcoin, liefhebber op Bitcoin, dat is mogelijk, maar ook op goud, olie. Elke markt die FXFlat aanbiedt, dus dat is heel mooi. Het belangrijkste is dat je natuurlijk wel een volatiele markt hebt, anders kun je geen resultaat behalen. Het is een complementaire strategie en een long-only strategie. Vraag je, wie van jullie heeft ook alleen aandelenportefeuille? Of gewoon een portefeuille, crypto of aandelen, waarbij je alleen maar geld kan verdienen in stijgende markten? Wie heeft dat? Ja, precies. Nou, dan heb je namelijk, als je namelijk een aandelenportefeuille hebt, gaat naar beneden, dan heb je natuurlijk een hedge nodig, een dekking nodig, nou ja, dan is het wel handig als je ook een systeem hebt wat je risico's ook beperkt. Nou, en dat is namelijk ook met daytrading het geval. Dan kun je met Bitcoin short gaan of aandelen, indices of goud of zilver. Nou, olie bijvoorbeeld ook. Zie dat met ledenogen natuurlijk de oliemarkten flink heen en weer gaan. De benzineprijs die giert door het dak. Nou, dan kun je ook met daytrading een soort hedge, een soort bescherming inbouwen door daarop te handelen. Belangrijk is wel, met daytrading gaan we niet een overnight risico bewust aan. Dat doen we niet. We gaan een trade doen of een aantal trades. Nou, en als je dan klaar bent, dan sluit je af. Ga je lekker naar het strand of ga je andere leuke dingen doen met je vrouw of bij ons nog een rugdek van ervaren traders. We hebben ook trouwens een Telegram groep voor M2W Publications, dus voor onze inzichten, voor de betaalde leden die dus MTW heeft. Die krijgt toegang tot de Telegram groep voor traders. En natuurlijk krijg je exclusief toegang tot de membership site. Nou, heel snel volgende. Bij FXFlat is het handig.
als je dus een MT4-account hebt, dan kun je gratis demo-rekening openen daar. Dan kun je dus ook een aantal markten kun je kiezen. Nou, de meest belangrijke zijn natuurlijk Brent olie en de WTI. Dat zie je hierboven. Het verschil tussen de bovenste en de onderste omcirkelde. Dat zijn, boven is dan een, volgens mij is dat een groot contract, maal 100. En die onderste is ook een groot contract. Maar dan kun je dus niet, met de mini kun je 0,1 handelen. En bij de grote contracten kun je 1 contract handelen. Met andere woorden, als dus de oliemarkt bijvoorbeeld van hier, van zeg maar 99,5 naar 95,5 zakt, dan, dan is die daling 4 punten. Met een groot contract kun je minimaal 1 handelen. Dan heb je dus, even kijken hoor. Is maal 100 dus, heb je 100 maal 4 is $400 heb je dan te pakken. Nou, je kunt ook kleiner handelen, 0,1, dan heb je dus $40. Dus dat is mooi. Nou, dit is even een overzicht van hoe het MTW-systeem in elkaar zit met 3 timeframes. Daar ga ik zo nader op in. Het belangrijkste is dat je ziet dat je of blauwe signalen hebt of rode signalen. Nou, oranje in dit geval. Het is koop of verkoop. En dan zie je dus dat je in elke markt geld kunt verdienen. Dus ook als de markt stijgt. En ook als de markt daalt. Nee. Het is leuk om even annotation te doen. Dus deze, ik hou van dit. Nou, hier heb je dus een omgeving. Dan heb je dus alleen een blauwe lijn. Je ziet dus dat er geen grijs gebied is. Het is of blauw. Dan moet je long zitten hier. Dan heb je ook een 2-3 punten winst. Nou, dit laat je leeg. Nou, dan heb je hier een daling te pakken. En hier begint de daling met onder in een filter. En nou, dat is in ieder geval heel mooi om dat te zien. Wat gebeurt er als de koers het range is? Range, dat is natuurlijk een breed begrip, Johannes. Want elke koers zit in een... Ik zag net een van... Ik zag net een koers van... olie, hè, van koninklijke olie. Die deed 25. Dan zit hij op 20 à 30. Maar de kwestie is natuurlijk, van wat is de trading range? Kijk, als we hier dus gaan kijken, heb je dus een 98,7. Dit is dan waar het S1 is. Dat is een onderkant van de range, zou ik kunnen zeggen. Aan de bovenkant van de range is 100. Nou, dat is bijvoorbeeld... 2 puntjes ongeveer, $2. En dat, in dit gebied doe je weinig tot niets. En je wacht je tot een break onder dat niveau. Of als het signaal hier aankomt, dat je dan, ik ben zelf eerder gezegd, een trading range nauw definiëren. Bij een uitbraak. En range betekent dat de koers aan het... fluctueren is in een bandbreedte, in een trading range, oftewel een bandbreedte van nou, bijvoorbeeld 2 punten. Aan de onderkant dat hij dus er saldo nergens heen gaat, de koers. Oh, het was. Ik weet niet of Menko mij uit heeft gekikt, sorry. Even kijken, ben ik verstaan? Maar ik denk het wel, hè? Dus hou het simpel. Excuses, ja. Oké, ik ben weer terug, hoop ik. Ja, techniek staat voor niets, dankjewel. Oh, apart, sorry. Te spreken. Dus. Hou het simpel. Dat is belangrijk. Excuses. Hou het simpel. En Alois heeft ook systeem dermate ontworpen dat, het systeem is platgeslagen. Je hoeft geen hoge wiskunde te hebben gestudeerd om dat systeem te snappen, begrijpen. En je kunt daar gewoon heel eenvoudig mee handelen. En hij zegt ook dat succes geen hocus pocus met focus. Nou, heel mooi natuurlijk.
tegen de wijsheid. Belangrijk is dat je een goede vereisting voor trainingssucces. Naar mijn idee is dat je emotioneel en discipline hebt, mentaal op zich stabiel en positief bent. En dat je niet en dat je altijd jezelf maakt. Nieuwe inzichten. En het is een belangrijke factor in het dat je ook jezelf steeds gaat verbeteren. Pas je aan bij veranderende marktomstandigheden. Vermijd doortekens in je ogen. En kritisch goed. Dat is eigenlijk niet goed natuurlijk, want je moet zo objectief mogelijk zijn. Nou, natuurlijk moet je ook gepassioneerd zijn. En het belangrijkste is, hieronder zie je ook een trainingplan. Nou, hoe vaak hoor je niet van in de theorieboekjes of lezingen. Je hebt een handelsplan nodig. Een handelsplan. Nou, prima, een handelsplan. Maar het belangrijkste is dat je een eenvoudig handelsplan hebt. Dat je weet. Want waar gaat het om? Weten wanneer dat je moet kopen. Weten wanneer dat je moet verkopen. En wanneer dat je dus ook winst moet pakken. Maar ook stop los moet hebben. Hè, dat je eruit gaat. Nou, dat hebben wij met. Belangrijk is ook beseffen, als jij dus met 1000 begint, dan is het heel makkelijk om met een target van 0,5% per dag, dan heb je dus een positiegrootte van 20.000, klinkt groot, is niet groot, dan heb je maar 3 pips per dag nodig, en die 3 pips per day keeps de deur water, oftewel de debt collector away, en dan groeit die, als je gedisciplineerd bent, 1000 euro uit naar 1684 euro in 1 jaar. Nou, vorig jaar heeft Alois nog. Dit zijn de trades tot dusver. Dit jaar. De DAX heeft een punten onder de informatie 2290. Ik zie niet zo heel goed. 2290. Iets meer. Dit is beter. Ja, 2290. Het is in ieder geval hoger geworden, namelijk. Zijn een aantal weken verder. Maar je ziet dus dat bovenin is de DAX. En dat is de oranje lijn. Dan heb je een bijna 3000 punten. En maal 10 is 30.000. Maar als je met één contract handelt, is dat 290 punten. De DAX ook niet onverdienstelijk. 1595 punten. En de euro-dollar is ook boven de 1000 uitgekomen. Inmiddels dus 1000 pips ongeveer. Met één contact, vol contact is dat 10.000. Maar als je dus met 1 of 0,1 handelt met de Forex, dan is het zo dat je 960 euro op dollar hebt verdiend. Nou, dit is even om te laten zien. Met 10 CFD-contract had gewerkt. Euro per punt dus 10 euro per punt gespeeld. 1514 dagspunten zouden 50.140 euro winst zijn geweest. Maar goed, dan heb je wel een leverage van 1 op 20, ongeveer 8.000 euro nodig. Je kunt dan met een achtste beginnen. Nou goed, dan heb je toch al ruim 3.000 euro winst gehaald met één markt. En dan hoef je geen eens dus heel veel risico te lopen. En dan heb je gewoon al op dag gehandeld. En dat is mooi. Nou, ook heel belangrijk dat je altijd met de trend meehandelt. En dat zegt Jesse Livermore natuurlijk ook altijd. The trend is your friend. En dat is ook een open deur. Maar het belangrijkste is dat je altijd de line of the least resistance volgt. Nou, nu gaan we even een uitstapje doen naar de grafieken. Ik wil zo de. Sowieso wil ik even kijken naar de oliemarkt. Daar ga ik mee aftrappen. En als er nog andere verzoeknummertjes zijn, feel free om die ook aan mij door te geven. Kijken waar die zijn. Dat is namelijk deze console. Ja, hier. Console panel. Oh, hierachter was het gestopt. Wie vindt er op zich wel. Wie tot het einde blijft zitten, ook dus interesse heeft in het systeem, althans in het bonusrapport, die kan bij ons dan ook. Een informatieaanvraag doen. Dus vrijblijvend, dan kun je bij ons
dat invullen. Maar als je dus tot het einde blijft zitten, dan krijg je daarbij ook ons rapport. Bonus dus. Oké, dan ga ik even kijken of de... Ga ik zo tonen. Dan ga ik nu naar de... Zet ik erin. Wordt hier ingeladen. Oké. Als het goed is, zie je zo de grafiek. En ik heb een Stratos-server. Dus als je een Apple-computer hebt, kun je bijvoorbeeld ook met een VPS-verbinding ook dit doen. Want ons platform werkt op MT4. Dus MetaTrader 4, platform niet op MT5. En je kunt bij Enfitrader een gratis account al nemen. Nou, dit is de BTI. Hier zie je dus ook een... hier. We hebben een 3 timeframe principe. Want we hebben namelijk hieronder, rechtsonder hebben wij dus een overview van de 4 uur grafiek van BTI. Zonder toetsen en bellen. Je ziet dus ook verticaal voorstaande lijnen. Dat is hier. Die begint eigenlijk gisteravond al. Gisternacht. Want het is een 24-hour market naar mijn idee. Dus dan heb je dus van tevoren ook levels. Die worden ingetekend. En hier zie je ook de gele lijn. De daily open. De yesterday low. En de bovenkant. Dat is de yesterday high. Oh, dat is die... Dat is deze. Kijken of ik deze kan pakken. Spotlight. Zo, jullie zien ook mijn dingetje, mijn spotlight. Dus aan de bovenkant zie je yesterday high. Nu zien we dus heel makkelijk dat de markt uitgebroken is richting de R1. Dat betekent op basis van de PIG, die PP in het midden, hoeft niet te breken, wordt van tevoren ingezet. Dan worden van tevoren al aan de bovenkant resistance 1, 2 en 3 neergezet. Deze levels zijn niet in beton gegoten trouwens. Het is wel zo dat dat een level zijn om in de gaten te houden. Want als de markt richting dat niveau gaat, kan het zijn dat hij daar dus weerstand ondervindt. Maar dat als hij dus uitbreekt, dat je heel vaak naar het volgende niveau gaat. Dus ik wil best wel een weddenschap doen. Dus stel dat hij door die R2... gaat consolideren, dat die daar blijft bewegen en doorwerkt naar boven, dat je in één keer doorgaat naar de R2. Nou, dat is even voor een helicopter view. Dan heeft Alois nog iets bedacht, namelijk... Oh, ik ben dat ding kwijt. Kijk, kijken. En rechtsboven zien we dus een intermediate timeframe. Dus volgens mij is dat een 1 uur grafiek. Dat wil eigenlijk zeggen dat we zien dat op 1 uur grafiek, je hoeft alleen maar te kijken, is die uur positief of negatief? Nou, een blinde kan zien dat het positief is natuurlijk. Maar het belangrijkste is om te beseffen dat je ziet daar een blauwe PMA. Dus sommigen zeggen, nee, ik wil ook gewoon swing trading doen. Nou, dat kan. Want als je de 1 uur grafiek pakt en je ziet dus dat... je hebt een oranje PMA, de Proprietary Moving Average, of een blauwe PMA, Proprietary Moving Average. PMA, dat is een aangepaste gemiddelde. Dat is niet een gemiddelde zoals je die kent, zoals Moving Averages. Nee, dat is een aangepaste. Deze geeft de trend aan, het momentum. Dus is de koers, is de PMA blauw, dan focus alleen maar op koopsignalen. En is de trend naar beneden, dan is die oranje lijn, dan is het neerwaarts. Nou, ga je inzoomen op de 15 minuten grafiek, die hebben we hier. Dan zien we namelijk het volgende. Oké. De 1 minuut grafiek pakken we niet. Dit is de 15 minuut. Dit is een geheim van de Smit trouwens, hoe ver dat hij meeloopt met de markt. Die loopt mee met de koers zo dicht mogelijk. En dit is dan een 15 minuten grafiek. Dit is mijn handelstimeframe. Je kunt ook een 5 minuten pakken namelijk. Dan zie je een ander verschil. Maar goed, het gaat erom dat je grote lijnen in de gaten houdt. Met de PMA die
volg nauwlettend de koers. En dat is Hein van Smit natuurlijk. En je hoort ook piepjes. En de piepjes geven aan dat er dan een signaal wordt gegeven of niet. Nou, je ziet hier dus ook aan de linkerkant, als we links beginnen, dan zie je dus dat we al een behoorlijke rit hebben gekregen, gezien. Deze inzoomen voor jullie. Zo. En dan zie je dus ook een lelijke verticale lijn. Die krijgt niet even weg. Maar je ziet dus op een gegeven moment die omslag, wat je hier ziet. Dat was gisteren, volgens mij, hier. Zie je, die was gisteren hier al plaatsgevonden. En wat belangrijk is, onderin zie je een MT-indicator. Een soort ook aangepaste MACD. Dit is een heel simpel systeem eigenlijk, althans om dat uit te voeren. Je hoeft niet te weten wat onder de motorkap gebeurt. Max Verstappen, die heeft misschien even wel verstand van auto's. Nee, die hoeft ook niet precies weten wat elk stekkertje en bougietje doet en weet ik veel wat. De motor, hoe dat werkt. Nee, onderin zie je een omslag namelijk van rood naar groen. Met andere woorden, je ziet dus een omslag in het sentiment. Nou, we hebben aangegeven dat we zo dicht mogelijk bij de koers zitten. Dicht mogelijk bij een omslag. Nou, dat zie je dus ook hier komen. En hier zetten, zo. En je ziet dus als het goed is hier een omslag. En je ziet dus dat we vlak bij de bodem zitten. Bij de meeste platformen, bij de meeste indicatoren, bij de meeste systemen die je ook ziet in de wereld, zie je meestal een koop. Nou, far higher, dan zie je dus heel vaak een omslag in het midden of boven zelfs. En dat een koers weer naar beneden gaat. Dat doet dit systeem niet. Nou, je ziet dus op een gegeven moment, zolang de koers is onderin, hè, de MT-indicator onderin groen is, de MACD, dan zie je dus dat op een gegeven moment ook omslaat naar beneden toe. En dan zie je dus dat hij gaat draaien. Weer een koopsignaal krijgt. En dan zie je dus dat je dus een 5 tot 6 punten winst hebt. Nu is het belangrijk om iets te beseffen, is dat je kunt bij FX Vet handelen. En dat doe je dus door de markten te klikken. En wat je dan ziet, dan ga je dus zoeken naar de markten. Nou, hier heb je dus Brent en WTI. Dan moet je altijd even kijken hoe groot is het contract. Deze klap je open, een rechtermuisklik. Specificatie. En dat is ook voor degene die ons systeem al heeft. Dan handel je dus op een contractwaarde 100. Nou, dit is een groot contract, geen mini. En hier staat minimum volume 1. Dat betekent dat je één contract doet, dan handel je dus één barrel, zeg maar, $98 doet het ding. Met andere woorden, als je één contract handelt, handel je dus 1 maal 100, de contractwaarde. Dit is goed om te weten, omdat je als je dus de minis pakt, die staat ergens onder voor mij, als een beetje een zoekplaatje. Meestal staat hij onder. Kijken. Is dat duidelijk zover? Ik vind het op zich een interessant systeem om iets mee te doen. Al dan niet nu of in de toekomst. Even naar boven scrollen. Want we moeten minis hebben namelijk. Die zit er ook in. Oh ja, er staat een M achter in plaats van mini. Hier zie je een Brent M en een WTIM. Nou, je ziet ook hier dat ik een WTIM heb gemaakt. Nou, ook even op rechtermuisklik klikken. Zelfde koers als de grote contract, maar met verschil dat je hiermee even kijken, contractwaarde 100 hebt. Maar met die verstanden dat je minimum volume is 0,1. Met andere woorden, je mag dus 0,1 contract handelen. Kun je ook op een andere manier checken als je deze markt hebt. Check altijd bij nieuwe order. En laat je niet in de luren leggen. Kijk niet hier naar dit volume. Nee, want het staat standaard in. Je moet even op het kruisje klikken. En als je ziet, hey, is 0,1.
Dat betekent dat jij namelijk een kleine contact in mijn handen en die kun je bij de tweede dashboard, die staat boven. Hier staat het gezichtje niet aan. Dat betekent dat je altijd even checken of het standaard aanstaat. Er staat live onder naartoe. En invoer. Dit is een eenmalige notatie is dit. En hiermee kun je ook lot size aanpassen. Hier kun je 0,1 handelen. Ik zal laten zien hoe het werkt dan. Ik heb nu gedefinieerd. Bij olie is het zo. Dat 1000 is volgens mij. Gaan we kijken. Bij Ctrl T is terminal. Ga ik even kijken. Ga ik even op de figuur vooruit lopen. Om te laten zien hoe dat werkt. Normaal gesproken moet je namelijk het volgende doen. Bij MT-indicator, of sorry, bij de MT4 of bij een ander platform. Je kent misschien ook die trade indicator. Moet je eerst de analyse doen in een grafiek en dan moet je bij een broker moet je handelen. Dit is bij onze one-click trading system. Normaal gesproken moet je dan bij een nieuwe order klikken. Moet je iedere keer een take profit inleggen. Je moet het volume aanpassen en take profit en stop loss invullen. Nou, dat is allemaal niet aan de orde bij ons. Dat is bij ons vul je van tevoren de lot size in. Alois zegt altijd, als je een signaal hebt, ga altijd een sellstop inzetten in plaats van een bestens. Een bestens, dat is hier, dat heeft Alois geprogrammeerd via het knopsysteem buy market, sell market. Nou, stel je zegt, ik wil bestens de markt in, dan ga je daarmee handelen en dan kun je gelijk kopen en verkopen. Ik zie wat vragen erin volgens mij. Ja, super systeem. Inderdaad, absoluut. Heel veel mogelijkheden. Nou, Patrick was ook laatst bij onze sessies. Bij onze sessies in Best heeft Alois een sessie gegeven. Ik zit zelf op Cyprus momenteel. Nou, nu in Cancun. Heel af en toe kom ik ook in Nederland. Ik heb ook een sessie gegeven met Alois bij de EX Beleggersdag. En dat was super leuk. En ja, Patrick, je hebt natuurlijk ook het systeem net eigen gemaakt, hè? En je hebt ook een aantal sessies meegemaakt. Ik weet niet of je ook al een webinar meegemaakt hebt met gisteren hebben wij ook de eerste kick-off gedaan van onze wekelijkse sessie. Of wat jouw ervaring ook is met het systeem. Want misschien dat je ook net helemaal blanco in bent gekomen, maar het klopt inderdaad dat je heel makkelijk kunt handelen. We hebben ook bewust iets gedaan. We hebben ook aangegeven, denk in punten, niet in geld. Maar hier zie je dus dat we nu een trade hebben gedaan wat eigenlijk niet had vermogen, want ja, Patrick zegt, klopt helemaal. En Patrick, wat vind je het meest waardevolle van dit geheel eigenlijk? Met het traden. Want daytraining is moeilijk hoor, dat is niet makkelijk. En olie is nu een beetje aan het rangen. Nou, nu heb je training range, 15 minuten grafiek. Aan de onderkant heb je dus een R1, dat is nu support, steun. Aan de bovenkant heb je dus rond 99 ongeveer weerstand. Dit is heel mooi, Johannes. Normaal gesproken een broker die kost geld. Nou, die kost natuurlijk ook geld, maar in die zin. Wat FX Flat aanbiedt, wat zijn de kosten per trade? Die zijn alleen maar de spread. Je ziet hier 98 à 98,10. We handelen nu 0,1. Dat betekent als je dubbeltje spread hebt, nog ineens. Stel dat je. Nee, dit is ineens 3 cent is dit. 3 cent. Dan is dat 0,03. Dus ik zal even kijken. We hebben nu dus een verlies van 4. 0,5. Kijk, nu handel je dus zonder kosten. Want je ziet dus 0,5 is 0,05. Zie je winst, dat is je winst. Op sommige producten heeft volgens mij FX Flat ook een vaste kosten. Bij commissie zie je 0, die betaal je niet. Bij de taxi is dat 0,9 is een spread. Als je 0,1 punt handelt, 0,1 contract, dan is dat 9 cent wat je handelt. Ook heel mooi om te zien is dat de koersen die je ziet, dit zijn real-time koersen. Je wordt dus niet genaaid met vertraagde koersen. Moet je een abonnementje hier nemen, een abonnementje daar? Nee, de broker die op de NT4-platform aanbiedt, biedt dat gratis.
Patrick zegt, het systeem leidt je volledig met één druk op de markt en druk op de knop en je zit in de markt. Ik wil zo even een aantal slides laten zien, maar ik wil jullie nog dingen laten zien hoe je dus tot de trade komt. Nou, dit is dan 15 minuten grafiek. Dit is voor de swing trade. Dus zouden we even moeten wachten, naar mijn mening dus, op het volgende. Want we hebben nu dus een trade gedaan, even om te laten zien hoe dat werkt. Nou, ik ga deze kort houden. Dan kun je dus met stopknop kun je dat stoppen. Maar je kunt ook zeggen, weet je wat, ik ga altijd eerlijk gezegd het volgende doen. Met een... altijd aan de rechterkant zie je dus een kruisje bij winst op close klikken, want dat is beter. Nou, nu hebben we dus ongeveer 50% verlies of zo, maar dat gaat even niet om die trade. Het gaat erom dat je ziet hoe makkelijk het is, want we moeten wachten op die 15 minuten grafiek. Ik heb nog geen signaal, want we moeten wachten totdat er een verkoopsignaal komt. Dat hebben we niet. En onderin dat die MT-indicator in het rood springt. En dat is namelijk het volgende. Ook een bolletje, ik wil geen bolletje. Nou, en omdat je ook natuurlijk reclame met beschuit, ik wil een bolletje. Nou, in ons geval wil je geen bolletje, want een bolletje betekent dat het momentum afneemt. Nou, we kijken naar het volgende. Het knopje BM staat voor Buy Market en Sell Market. Als je die inzet, heb je ook gelijk een stop erin. Ik zal het laten zien. En buy stop wil alleen maar zeggen dat de order vertraagd in de markt komt te liggen. En een buy stop, die komt met een limietje eronder. Dan is het niet uitgevoerd gelijk. Dus dan zou ik zeggen, ja, waarom zou je dus gelijk, waarom zou je wachten als je dus signaal krijgt? Nou, het volgende is het geval. Wat Aloise aangeeft, kijk. Ik ben wel eens eigenwijs. Even kijken hoor, of we een signaal hebben. Wat Aloise ook zegt, als we een signaal hebben, hier heb je een heel mooi signaal. Hier is die blauw. Met andere woorden, als je een business order doet, ga je gelijk de markt in. Heb je een BS, dan komt de order erboven te liggen ongeveer. En als dus de markt doorgaat, dus op de rijdende trein gaat springen, dan zit je, ja, dan heb je iets meer veiligheid, zeg maar. Heb je meer zekerheid. Nou, dat zit je erin. En dan heb je hier bijvoorbeeld ook pijltjes. Hier, dit is een goed voorbeeld. Hier is een voorbeeld. Hier zie je dus ook een koopsignaal. Stel dat je best eens ingaat hier, dan ga je gelijk erin. En dan zie je dat de markt vlak gaat boven. Als je een buy stop inzet, en dat is als je met vertraging erin gaat, dan komt die order bijvoorbeeld hier in te liggen. Met andere woorden, ik zie dat deze lijn inzet. Zo. Twee mogelijkheden. Of je gaat best eens erin. Nou, ik ga meestal best eens in. Ben ik erin gestopt? Of ben ik ingestapt? Heb je een stop order? Dan wordt de order pas erboven uitgevoerd. Nou, als je een stoporder hebt ingevoerd, zie je dat de markt niet doorgaat. Met andere woorden, de stoporder wordt niet getriggerd, die zit er niet in. En de markt gaat naar beneden, dan als je 3-4 candles ziet dat de markt niet gaat, hè, dat een order niet wordt uitgevoerd, ga je de order cancelen. Dus dat is een belangrijk gegeven, dan ga je de order cancelen. Dan zit hij niet in, dan heb je ook niks verloren, niks gewonnen. Nou ja, als je dus erin zit tegen wil en dank, nou, dan is het zo dat je weliswaar erin zit. En dan moet je kijken, de markt beweegt natuurlijk, hij zet niet door. Op een gegeven moment zie je puntjes en de PMA wordt dan oranje. Maar als hij oranje wordt, dan is dat een waarschuwing dat je eruit moet, naar mijn idee. En dan moet je gewoon je verlies kort houden. Nou, je gaat kijken op 5 minuten grafiek, dan ook een beter signaal hebben. Kijken. Zo, we moeten even aan de andere kant kijken. Is dat op zich duidelijk op dit moment? Zo. Kijk, nu zien we dus aan de rechterkant, zien we dus bij die WTI, zien we
een omslag. Hè? Ik heb aangegeven, we hebben dus een amplitude van de MT-indicator onderin is heel klein. Nu zien we dus een doorbraak. Dan zien we dus een verkoopsignaal. Hier hebben we een verkoopsignaal. Nou, als je nu dus een verkoopsignaal krijgt, dan zet je een sell-stop in. Oh, ik ben geswitcht van timeframe. Dan zie ik dat gezichtje rechtsboven. Dan moet je dubbelklikken. Invoer moeten we kijken. De standaard moet je aanzetten bij staanlijn van naartoe. Dan zetten we deze erin. Nou, dan zetten we dus zet je hier een sell-stop in. Dan zit je erin. Eigenlijk moet je iets lager zitten. Maar goed, in principe is het zo dat we nu dus op de oliemarkt. Nou, ik heb diverse trades ingezet, maar zie je dus dat onder zie je wat je aan het doen bent. De opdracht staat hier. Het opdrachtnummer. We hebben een tijdstip. Een cel hebben we gedaan. De grootte van het contract zie je dus dat 0,1 is. En dat is 0,1. Dat betekent dus $10 per pip. Per punt beweging. Met andere woorden, een dubbeltje beweging is $1. Je ziet dus dat nu 8,5 min is. Zie je dus dat hier dan de trades in zitten. We hebben ook aangegeven dat we take profits to loss hebben. Naar deze laat ik dan lopen. Maar in principe is het zo dat je dan op 5 minuten of 1 minuut grafiek. Ja, 5 minuten is dit. Dat je hier dan gewoon kan handelen. Even kijken of er vragen zijn. Ik zie wat dingen bewegen. Margreet, oké, graag gedaan voor jouw tijd de volgende keer. Ja, het exit moment is heel simpel. We hebben namelijk een take profit al. Kijk, we hebben twee dingen. We hebben een take profit hebben gedefinieerd. Die hebben wij hier op, take profit is hier. Aan de onderkant is volgens mij $1. $10, even kijken. Zit het in op prijs van 98. En take profit is lager. Ja, een puntje is dat. Ja, een puntje. Nou, je ziet dus dat deze dan de andere kant op gaat. Nou, dan kun je zeggen, weet je wat, gaat niet werken, je houdt het vliezen kort. Of je zegt, ik laat de take profit en stop los, laat ik dan, ga ik dan bepalen. Nou, in ieder geval, Johannes, je zegt van tevoren, je take profit stop los. Ik ga zo naar de DAX. Ik wil even een aantal slides laten zien. Dus als je zegt, nou, ik vind het op zich wel een heel handig systeem om erbij te hebben. Dan zou ik zeggen van, vul sowieso even het formulier en dan krijg je meer informatie. En dan laat ik een aantal slides zien. Momenteel is het zo dat we dus het volgende hebben. Je krijgt als je het pakket hebt, dan heb je niet alleen die indicatoren en dat trade dashboard. En je krijgt toegang tot onze membership site. Je krijgt ook toegang tot de channel. En er is een QR code die je inscannen. Dan kom je bij ons op de, in de trade, in de channel. Dan krijg je informatie. En we hebben een aparte traininggroep. En die traininggroep, dat is alleen voor exclusief voor leden natuurlijk, voor betaalde leden. Je krijgt van ons documenten erbij, tegenwijsheden, ook alles om succesvol te maken met het traden. Als jij nu het formulier invult, het is aan de hand van het formulier wat ik erin heb gezet, kom zo op de vragen te spreken. Formulier even inzetten. Als je sowieso de bonus sheet van deze van Patroon wilt hebben, vul deze gerust in. Wil je meer een demonstratie hebben over hoe dat systeem werkt, vul hem dat ook in te vullen. Nou, wat krijg je van met ons systeem? Dat is namelijk, je krijgt bij ons een coaching sessie bij het installeren van het systeem. We helpen mee met het installeren van het systeem en ook de voor en de na. Dus als je live gaat, dan helpt u ook mee natuurlijk. We hebben ook een wekelijkse Zoom-sessie. Dat is een soort, daarom heeft een soort, hoe heet dat, ochtendgebed heeft. We hebben een avondgebed. We hebben gisteravond ook de kick-off gehad om 7 uur. Een soort Q&A-sessie is ook een vragenuurtje.
We hebben ook één keer per, dit is in het Nederlands elke week. We hebben één keer per maand in het Engels, voor onze Engelstalige leden, hebben wij een vragenuurtje. Kun je ook aan meedoen. Je krijgt bij ons toegang tot de Telegram channel en groep. Exclusief toegang tot de membership site. Je hebt hier ook hulp bij ons, krijg je van ons bij een goede broker te vinden. En je krijgt natuurlijk ook, dit is een eenmalige investering. Gratis updates, net als de Trade Navigator is dat. Als een update is, dan blijft dat gratis. Dus dat is mooi. Dus een all-inclusive pakket, all-inclusive trading package. Dus alles wat je nodig hebt om hiermee aan de slag te gaan. Nou, dit is voor degene die zegt, nou, ik wil alleen met het systeem aan de slag. En ik kan het zelf wel. En ik heb voldoende aan die wekelijkse sessies. Maar als je, nee, ik wil een level hoger. En ik wil een jaar lang worden begeleid. Dat is ook mogelijk. Dan heb je namelijk het... kijken, dit is deze. Dus dit is het jaartraject. Dat kun je ook doen. In andere woorden, als jij zegt, nou, ik wil het systeem hebben. Maar dan met coaching erbij, dan is dat €4.997. Inclusief BTW. Dus alles inclusief BTW. En hier zit als bonus ook de trading tool in. Hier zit ook de Money to Work trading support system in. Wat krijg je? Dan krijg je 3 dagen live training op locatie. In Nederland ergens, niet op Cyprus of Cancun, maar op locatie. Centraal gelegen Nederland. Je krijgt 1 jaar lang persoonlijke coaching. Dan kun je dus 12 uur, dus 1 uur per maand, kun je dat vrij invullen. Dan kun je dus met ons sparren. Je kunt ook 4 keer een kwartier doen of 12 keer een 1 uur. Want alles kun je zelf naar eigen hand zetten. Dan krijg je van ons team krijg je persoonlijke coaching. Dat is heel waardevol. Elke week krijg je coaching sessies. Via Zoom is dat. En uiteraard exclusief toegang tot onze Telegram en membership sites. Met online training krijg je ook erbij. Met een 2 jaar VIP-abonnement op leg.com. En de bonus krijg je dus de training software erbij. Dus met andere woorden, dit krijg je erbij. Hoef je niet apart te betalen. Dus. Alleen als je dus het pakket in 1 keer afneemt. Net wel, een aantal plekken is beperkt. We gaan binnenkort starten. Ik verwacht na de zomerreces in september ergens. Altijd een overleg natuurlijk. En voor mensen ook een mogelijkheid om een livestream mee te volgen. Dus als je niet op locatie kunt komen, kun je ook altijd met livestream bekijken. Maar dan moet ik technisch jongens even kijken. Maar goed, het voordeel van het pakket is dus, voordelen van het MTW-systeem is dat je slechts enkele uur per dag hoeft te traden. En het is ook competent een long-only-strategie. Dus als jij een aandelenpakket hebt, zelfstandig of uit hebt besteed aan een vermogensbeheerder. De wie van jullie heeft ook aan een vermogensbeheerder geld uitbesteed? Dit is niet hetzelfde. Dankjewel, Johannes. Dit is niet hetzelfde als de Trade Navigator. Want de Trade Navigator is voor de lange termijn met aandelen. En daarmee handel je... dat doe je dus de analyses op de trading view. En dit is een ander systeem. Oké, Johannes. Ik weet niet of je ook even aangeeft. Ik stuur sowieso altijd een mailtje. Wanneer dat je het beste bereikbaar bent. Of je nadere vragen hebt. Kun je dat daarop opzetten. Ik zou zeggen van. Als je dus nog kans wilt maken op een bonus. Te waarde van €750. Dan heb je unlimited internet coaching erbij. Unlimited is dat online support krijg je dan. En dat is via monitorwork.com. Nou, waarom handelen wij met FX Flat? Is het leuk als jij dus denkt, nou, ik wil iets met FX Flat doen. Dan kun je dat ook doen. Bij FX Flat moet je aangeven dat je via ons bent gekomen. Dan krijg je een gratis platform voor demo. Dus ook geen kosten. Geen beheerskosten, ook geen kosten voor start- en uitbetalingen. Ik heb ook eens bij brokers gezeten. Waarbij je dus kosten moet betalen bij het opnemen van geld. Het is ook een Nederlandstalige klantenservice, heel goed. Valt ook onder Duitse BaFin-toezicht. Voor mij heeft ook Patrick het team gezien van FXFlat, hè, een paar keer. En voor de echt grote klanten, dan bieden ze nog een extra depositogarantie tot 500.000 aan gratis. Maar goed, dat is echt voor de hele grote jongens. En alle tegoeden van particuliere klanten zijn automatisch gedekt door deze aanvullende polis. Nou, hartstikke mooi. Voordat ik zo naar het grafiek ga, 2 e-mails.
InvertMoneyToWork.com of InvertTradingForMoney.com. Onderin is mijn InvertTradingForMoney.com is mijn eigen privé-mail. Nou, geen privé-mail, maar dat is bij mij rechtstreeks. En InvertMoneyToWork.com, dat is indirect. Dus ik hoop dat jullie sowieso een leuke sessie hebben beleefd. Ik ga zo even naar de grafiek. Even kijken of we dat leuke dingen kunnen doen. Ik wil zo even de DAX laten zien. Heeft iemand nog een ander verzoeknummertje? Anders dan de DAX. Dan laat ik die ook zo zien. Oké. Okay. Ja, Patrick zegt heel klantvriendelijk. Goede klantenservice bij de FXVet. Dus Jan Anders, dus de exit laat ik zo even zien. Voor mij zie je nu ook de grafiek als het goed is. Hè? Klopt, hè? Ja, de take-profits tot los kunnen verzet worden, Johannes. Dus inderdaad, als je in een mooie trade zit en je denkt, nou, ik wil graag de winst laten lopen. Nou, dat kan. Dat zet ik meestal op een... dit is geen goede trade. Wat je dan kan doen, ik ga deze even een buy stop inzetten. Stel dat we nu in de markt zitten op die DAX. We hebben nu geen trade hoor, maar stel dat je nu in de DAX zit. Dan heb je dus een take profit van 10 punten. Stel dat je winst hebt, dan kun je die bovenste lijn, zie je verticaal gaan. Hè? Dan kun je die verder wegzetten. Daar heb ik ook wel eens een handje van. Als ik in de plus sta, dat ik dan mijn profit zo ver mogelijk laat lopen. Nou, hier ook weer een voorbeeld. Ik heb gezegd dat het is een heel eenvoudig systeem om te kopen verkopen. Let wel, als je dus daghandelt of intraday handelt, de stijgingen worden heel vaak gevolgd door dalingen en andersom. Dus je moet ook met objectieve bril naar de markt kijken. Dat je ziet, hey, ik wil long gaan. Maar dat moet je dus niet doen hier, omdat je alleen maar vanuit de short handelt. Hier heb je ook ongeveer 14, 15 punten binnen kunnen fietsen. Je zit vlak bij een bodem hier, zie je vlak lopen onderin. Zie je de puntjes al? De daling is tot stand gekomen. Puntjes. De PMA wordt blauw. Hier zie je een omslagpunt. En de eerste pijl, eerste signaal na de omslag, is meestal de beste. Dan zit je nog vroeg in de trend. En je ziet ook dat als je longers gaan, 15 punten. Dus dat is ook een aandachtspunt van zorg dat je zo vroeg mogelijk in de markt zit. Nou, hier hebben we ook een trade kunnen oppakken. Wat je ingestopt. Een hele kleine plus. Break-even trade. Nou, hier zien we dus een omslag. Naar beneden. Verkoopsignalen. Hier zetten die door. Hier heb je dus een verkoopsignaal met een puntje. Die pak je niet. Zolang er puntjes zijn, doe je niks. Hier zie je ook weer een omslag van PMA blauw naar PMA oranje. En dan zie je hier op een gegeven moment een verkoopsignaal. Twee zelfs, dan word je hierin getriggerd. Dan heb je een hele rit kunnen maken van in totaal 80 punten. Dat is aanzienlijk. Wie van jullie handelt op de DAX trouwens? Dat was een hele vette vis, Theo, inderdaad. Ja, de Bitcoin die hebben we ook, Johannes. Geert Hovink zegt LWG. Nee, die niet. Dat is namelijk een Lightwave technology zeker. Dat is een veel, veel te kleine fonds. Je kunt alle markten handelen. Wat hier staat. Oké. Zo. Via Ctrl-M of via toonmarkten zie je hier. Aantal markten. Je kunt ook ETF's ophandelen. Dat is ook heel cool trouwens, vind ik. Gaan we eerst alles verbergen. En dan gaan we alles tonen. Toon alles. Nou, zien we de DMini. Dan hebben we heel veel forexparen. Dan hebben we een aantal dingen. We hebben goud en zilver hebben ook. Australische index. AUS20. F40, dat is Kakaran. Heb je dus de Bund, dus de Duitse Bund, die zie je ook heen en weer bewegen. De rentemarkt is misschien ook leuk om te laten zien. En je hebt dus hier MM. Even kijken hoor.
Dan heb je onderin allemaal aandelen, grootstaande aandelen. De Tesla zit hierin. Je hebt ook Amazon. En ik had nog één ding beloofd nog te laten zien over training range. Dat was Johannes, die had de vraag gesteld, de training. In andere woorden, DE 40 min, dus 1 minuut grafiek. Hier is die, hier zie je de lijn. De PMA-lijn, dus op de 1 minuut grafiek. Dus als je 15 minuten hebt, dan is dat 15 minuten. En als je even naar gaat kijken, dat is het volgende. Je had een training range aan de bovenkant. Dat was hier. De bovenkant. Goeie vraag trouwens. Aan de onderkant had je hier dus ook een horizontaal niveau. En aan de bovenkant heb je dus een, zeg maar, een grosso modo een trading range. De bovenkant. Nou, hier zie je dus dat de markt aan een range is. Hè? Dus, en het meanderen is in een korte, ja, in een trading range van 50 punten. Ik ben ook een range trader, die zie je bij een breakout. Als die dus markt uitbreekt, heel vaak zul je zien dat die dan meegaat. En dat is ook iets wat ik mee wil geven tot slot aan jullie. Als jullie geen indicatoren gebruiken en ook geen houvast hebben, dan ben je namelijk geneigd om te vroeg te kopen. Waarom zeg ik dit? Omdat je ziet hier dus ook een uitbraak, 50 punten. We zien namelijk wat hier is gebeurd. Hij is namelijk verder doorgegaan. En kijk of deze kunnen verplaatsen. Kijk of die kan verplaatsen zo. Kijk, je ziet namelijk niet als je hier bent. Als je hier bent, hoe ver dat doorstart. Want heel vaak is het zo, dat is ook iets wat ik wil laten zien. Als dit PMA oranje is, ja, dan ben je geneigd om te kopen. Of als je geen. Als de koers gezakt is, denk je, je moet kopen. Nou ja, en heel vaak is het zo dat sommige bodemvissers die gaan dan kopen, dan zien ze dat de markt weer verder daalt. Dus doe dat niet. En zolang de PMA oranje is, dan blijf je gewoon vanuit de shortmarkt denken. Maar je ziet ook dat de markt door is gedaald. Zie je dat? Hier. Hier ook. En is hij nog verder voor mij 40 punten gezakt. Oké, even kijken hoor. Ja, Bitcoin, dat is een goede. Bitcoin, Johannes. Dan ga je dus folder. Ik heb ook aangegeven dat ons systeem, dan kun je elke markt die dan ook wordt aangeboden, kunt handelen. Je kunt ook zelf profielen samenstellen. We geven een aantal profielen mee. En dan kun je zelf ook maken. Nou, hier zie je dus een BTC USD. En bij FX Flat zien we dus volgende. We hebben dus een 5 minuten grafiek hier. En de spread kun je hierboven bij nieuwe order kijken. De spread is 50 punten. Hier in dit geval. Maar goed, een spread op 50 punten, dat klinkt misschien veel. Maar dat is op 0,1 contact is $5. 0,01 contact is dat 50 cent. En als je dat ook gaat rekenen natuurlijk, 50 punten. Dan 50 punten veel door. Nou, dat is de koers ongeveer 21.000. Dan heb je dus een 0,2% spread ongeveer. Nou, dat is wel alleszins ja, te doen. Want Bitcoin is behoorlijk volatiel en maak je best wel goed. Althans, 50 punten op zich niks. Nou, hier zie je dus ook hè, het timeframe principe. Dat je ook, het is 5 minuten grafiek, en handelen we in principe op. Hier zien we dus ook dat, of je zit long, blauw, hier zie je koopsignalen. En op een gegeven moment gaat de kentering plaatsvinden. Hier onderin zie je dus een de MCD aangepaste. Gaat die naar rood. Nou, hier zit je dus short. En zo zie je maar dat je dus echt een hele behoorlijke beweging naar beneden van 700 punten. Ik hoop dat jullie ook een leuke sessie hebben beleefd. Het is nu 1 uur. Dus wie vindt er op zich wel een interessant systeem om iets mee te doen? Binnenkort of al dan niet in de toekomst.
Dus ik denk als jij jezelf respecteert als trader, je wilt gewoon goede slagen maken, dan zou ik zeggen, ga gelijk voor dat pakket voor 1 jaar. Want dan heb je namelijk een all-inclusive pakket, inclusief maandelijkse coaching, dus ook met het systeem en ook op locatie trainingen. En je hebt online cursus heb je ook bij. En dus dat is echt all-inclusive, inclusief BTW is dat trouwens. Dus dat is zeker te doen. Zeker als je een set hebt van, stel dat je dus zeg maar een portefeuille hebt van 100.000. 5% heb je dan. Maar het gaat er ook om dat je ziet dat er mogelijkheden zijn om geld te verdienen met daytrading. Als risicospreid, je hoeft dus niet de hele dag achter het scherm te zitten. Je kunt gewoon heel makkelijk heen en weer switchen. Dus als ik ga straks ook, het is nu 5 uur, ik ga straks even wat helpen. Ja, de exits zijn heel makkelijk. Ik zal laten zien, Johannes. Ik heb toch laten zien. Wat is er niet duidelijk aan? Want ik ga het toch even laten zien. Ik ga even kijken of ik hier een trade in kan zetten. Kijk, hier hebben wij een... Oké. Sorry, Johannes. Je hebt gelijk. je hebt gelijk, want als het niet duidelijk is, moet ik het uitleggen. Je hebt namelijk diverse manieren. Het is een discretionair systeem. Het is dus niet een systeem wat je aanzet in een maandagochtend en vrijdag zet je hem uit om weer winst te nemen. Nee, het is je moet wel iets voor... Want automatische geldmachines, daar geloof ik ook niet in. Oké, hier hebben we dus een order geplaatst om te kopen. Die groene lijn. Dan hebben we dus een take profit. Hebben wij hier automatisch ingezet. Even kijken, wat is dat? Zijn we 500 punten. Als de markt dus jouw voordeel opgaat, jouw kant opgaat, dan kun je dus denken, oké, zolang dus de PMA blauw is en je hebt nog groen onderin, dan blijf je lang mogelijk zitten. Heb je bijvoorbeeld 300 punten winst. Dan kun je gewoon ook zelf handmatig die winst opnemen. Of je hebt een geluk dat die take profit wordt genomen. Als je ziet dat er meer in het vat zit, dan kun je zeggen, weet je wat, ik zet die verder weg. Of zeg maar, ik zet hem verder naar beneden toe. Dat kan ook. Dus dat is één. Maar even kijken of ik een trade kan verzinnen. Misschien de euro-dollar, wat wel een... je ziet, we zijn nu volgens mij in een soort lunch breken. Dat is een beetje vervelend. Maar goed, stel dat we nu deze gaan kopen. Dan zie je dus, nu zitten we in de markt. Dit is de euro-dollar. En we hebben nog geen koopsignaal, want we moeten namelijk wachten op dat die blauw is. Maar stel dat je nu erin zit en we hebben straks een winst. Je kunt nu al zeggen, oké, die stop los onderin. Die kun je naar boven toe trekken. Je kunt ook dat dingetje stapsgewijs met SL... V omhoog, SL omhoog, stop los omhoog, aanpassen. Even kijken wat de spread hier is van de euro-dollar. Dan was het heel klein. En ja, je ziet dat en nu staan we een klein beetje rond het nulpunt. Nou Johannes, dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga take profit, moet je wel handmatig aanpassen naar boven of naar beneden. En je kunt ook zeggen, weet je wat, als je dus winst hebt, klik je op het stopknopje. En ik heb aangegeven dat we nu in de markt zitten. We zitten nu 0,2 in de markt. 0,50 zitten we in de markt. We hebben nu 50 cent winst, nu 1,5 verlies. Dit is een, om aan te geven, we zitten nu 0,5 in de markt. Dat betekent dat we $50 per pip handelen. Nou, nu hebben we dus $3 winst. Nu ook zeggen stop. Nou, okay. We hebben ons take profit te pakken volgens mij. Hebben we dus $3 winst behaald. Dus bij 5, 6 punten pips winst. Dus met andere woorden, Johannes, je kunt zelf jouw
exit bepalen. Dus het voordeel is, je hebt al van tevoren stop-loss en het take-profit ingezet. Doen we bewust. Omdat je niet wilt dat je bij een onverwachte beweging, dat je dan uit de markt bent. En dat je meegaat met de daling als je long zit. Oké, okay, nou wie vond er op zich een nuttige sessie? Voor mij zijn die trainingen in de buurt van Hilversum of Utrecht. Ik weet niet waar jij vandaan komt, SJ. Het is ook zo heel logisch, want we gaan kijken waar komen de meeste mensen vandaan. En daarop passen wij ook de locatie aan. Dus als we zien dat iedereen uit Brabant komt, dan zou het te gek zijn voor woorden dat we dan in Zwolle bijvoorbeeld een sessie gaan geven. En nogmaals, alle sessies worden opgenomen. Ja. Belangrijk is inderdaad, Johannes, emotion management. En dat is de meeste mensen die gaan nat, omdat mensen geen stop-loss hebben en geen take-profits. Ze doen maar wat, weten niet wanneer dat zij winsten moeten nemen. Is dat in ieder geval duidelijk, Johannes, dat je ziet inderdaad dat je heel concreet weet dat je wanneer dat je in en uit moet stappen? Ja, heel veel motivatie gekregen. Dank je, Robert. En Patrick, ik weet niet of je ook al bent toegevoegd tot de Telegram channel of Telegram groep. Ik heb gisteren de opname gevolgd, gegeven en ook de opname geplaatst voor die sessie. En volgende week maandag heb ik weer een sessie om 7 uur. En dit systeem is 75% is gewoon het systeem. 25% is dat je namelijk 25% is jezelf, de emotie. En dat is een heel belangrijk factor. En dat is ook iets. Je kunt het systeem voor €1497 XBTW nemen, natuurlijk. Dan doe je zelf je ding. En je kunt zeggen dat met €5000 inclusief inclusief BTW. Sorry, het is een beetje vroeg. BTW. Dan ben je een heel jaar word je opgeleid from zero to day trading hero. En Marcel, ik ben blij dat ik het heb. Deze week ga ik me verdiepen. Nou, hartstikke mooi, Marcel. En ik hoop ook, Marcel, dat, dat je ook de toegevoegde waarde ziet van die weekse sessies in plaats van maandelijks. En mocht je ook weer een call willen inplannen met mij, hou graag even rekening met mij de komende weken dat ik in Mexico zit. Dus als je om 10 uur 's ochtends een call met me inplant, dat is om 3 uur 's ochtends, liever niet, liever in de middag. Marcel, 35 graden, waar was je trouwens? Ja, jij ook natuurlijk, Patrick. Gewoon doen, hè? Waar staat u trouwens? En waar zijn jullie nu op locatie? Kijk, als iedereen op Cyprus zit, dan kunnen we daar een trainingssessie organiseren natuurlijk. Het is een 3-daagse trouwens en dat is gespreid over de tijd. Dus het is niet drie dagen in de week in een afzonderlijke ruimte. In 3 dagen achter elkaar. Nee, dus om de zoveel tijd. En de maandelijkse sessies, kun je gewoon een uur met ons telefonische coaching of online training kun je gewoon doen. Personal coaching met ons team. Dat is heel mooi. Zijn er nog andere vragen? Hoe warm is het bij jullie nu trouwens? In Nederland of België? Ik heb ook een beetje een apart 20 graden. Oké, dus lekker. Ja, was vorige week warm, hè? Volgende week ga ik trouwens, ik zal het laten zien. Ik heb hier het formulier. Ik ga de komende woensdag ga ik naar NFT Expoverse. Dat is deze. Dat is in Los Angeles. Inderdaad. Ja, dat klopt. Als je geen app hebt, Marcel, dan is het heel... concentratie is heel lastig. Hier ga ik heen. Er komen 8000 deelnemers in Los Angeles. Daar ben ik heel blij mee. En niet dat ik voor 8000 ga spreken, maar ik kan wel heel veel mensen naar ons kijken. Dus dat is super mooi. Oké, als je een schaal van 0 tot 10 wilt geven op deze presentatie. Van 0 is super slecht en 10 is goed. Goed, dan hoor ik het graag natuurlijk. Christophe, geldt ook voor jou, hè? Dus als jij op TCT weer aanhaken, feel free om dat aan te geven.
bedankt voor de 19e en de 8e. Hartstikke mooi. Het zijn natuurlijk wel verbeterpunten altijd. En dankjewel voor jullie deelname. En tot de volgende keer. Johannes, ook bedankt voor je deelname. En je krijgt ook info van mij te goed. Ik zie je straks in je mailbox. Check ook eventueel je mailbox. En je kunt ook eventueel via... money.com mij daarop berichten. Als jullie willen weten wat morgen de sessie is, ga ik even kijken voor jullie experts. Ik meen dat Ronald komt meestal ook op woensdag, hè? Oh, maar dat betekent dat dan moet ik Ronald aanspengelen om 5 uur 's ochtends. Nou goed, dat doen we met alle plezier. Ik ga even voor jullie kijken wie morgen aanwezig is. Kan het zijn dat Menko aan de beurt is hoor, want ze wist wel eens af. Dat is namelijk juli. Wat voor dag is het morgen? Woensdag, hè? Oh, woensdag. Jee. Dan moet ik inderdaad Ronald helpen. Met de groene energietransitie. Ronald, bij deze beloofd. Ik sta voor jou op om 4:30. Dus dat is bij deze. En heel veel succes in ieder geval. Tot de volgende keer. Dankjewel, Johannes. Het gaat zeker lukken in Cancún. Ik ga nog even aan de bak. En tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken, iedereen. Tot ziens. Dag.